break up. Now every day I wake up, somebody got a problem with hoe. What's up, y'all need to get all fed up, cause I got a little cheddar and my record's moving out the store. Dames en heren, welkom bij de volgende episode van de Next Podcast. Dit is een hele speciale episode, maar we hebben een hele speciale gast bij ons. Onze enige echte burgemeester, Femke Halsema. Zij gaat zichzelf zometeen voorstellen. Voorstellen. En gaat uw gang. U kunt u gewoon voorstellen aan iedereen. Een beetje vertellen van wat u precies doet en wie u precies bent. Oké, nou eigenlijk heb je het al weggegeven. Hè? Ja, klopt. Spijt me. Ik ben dus Femke Halsema en ik ben burgemeester van deze geweldige stad. Ik ben ook een moeder, heb twee kinderen van 18, een tweeling. Die denk ik net als jullie ongelooflijk veel last hebben van corona, zo langzamerhand. Want het is echt niet meer te doen na 2 jaar. Ik ben hier vandaag omdat jullie natuurlijk te veel geweld meemaken in dit stadsdeel. Dat maakt jullie onvrij en ik denk ook vaak bang. Ja. Dat maakt ook jullie kansen in het leven kleiner. Want als er geweld op straat is, dan gaat het vaak niet goed met de wijk. Ja, klopt. En dat is erg. En we zijn natuurlijk al een hele tijd bezig met Zuidoost. Proberen hier een masterplan op te zetten. Dat kost tijd, dus ik weet niet of jullie daar al veel van merken. Ik zie dat onze stadsdeelvoorzitter is er ook. En de directeur van Masterplan en agenten zijn er. En ik ben gewoon heel benieuwd wat je me gaat vragen. Ja. Nou, ik ga heel kort uitleggen wat wij precies doen. Zoals je zelf zei, heeft de jeugd in Zuidoost wel iemand nodig die een positief impact heeft op ze. Ja. Daardoor zijn wij samen met Unite hebben een hele speciale, hoe noem je dat, organisatie within binnen in Unites gestart, genaamd 3C Next. Bij 3C Next proberen we fashion, hip-hop, basketball en alles samen te brengen, zodat de jongeren los van alle negativiteit dat ze zien op social media ook wel iets positiefs terugzien. Ja. En daardoor hebben we ook de Next Podcast opgestart, waardoor we leuke figuren uit de community vragen om hier te komen te praten over hun expertise. Ja. Dus bijvoorbeeld DJ's, MC's, dansers, modellen. Geven zij een beetje tips aan alle jongeren en vertellen ze ook een beetje wat hun eigen ervaring. En dan kunnen jongeren ook, vooral in de lockdown, in de coronaperiode, ook iets leuks zien op tv of op YouTube of op hun social media kanalen. Oh, wow. Dat is een beetje in het kort wat wij voor 3C Next betekenen. Yeah. Maar los van dat hebben we ook Nike Made to Play. Daar Nike Made to Play. Yeah. Ze samenwerken met Nike, waar we samen met heel veel dames uit de community, maar ook uit andere steden, leuke activiteiten organiseren voor de jongeren hier in Zuidoost. Yeah. En dat is ongeveer wat wij nu doen voor de jongeren. Oh, en wow. Mijn eerste vraag voor u is, u heeft al een beetje gesproken over wat u wilt betekenen voor de jongeren. Yeah. En mijn eerste vraag is, waar bent u tot nu toe heel trots op wat jullie gedaan hebben voor de community? Wow. Gelijk goed beginnen. Nou, ik vind eigenlijk dat we de afgelopen 2 jaar te weinig hebben kunnen doen voor jongeren. Okay. En ja, ik bedoel, ik kan het mooier maken dan het is, maar laat ik het maar gewoon rechtuit zeggen. En dat heeft veel met corona te maken. Ik denk dat de coronaregels vooral jongeren heel erg hard geraakt hebben. En dat betekende dat veel van wat jullie leuk vinden, uitgaan, sporten, muziek maken, dat waren juist allemaal dingen die niet konden. Ja. En dat maakte het... iemand maakt lawaai. En dat maakte dat jullie gedwongen werden heel veel thuis te zitten. Dus ik vind dat we een inhaalslag moeten gaan maken. En ik ben eigenlijk vooral heel erg benieuwd van jullie te horen wat jullie nodig hebben. Wat jullie zeggen dat wij nu als eerste moeten gaan doen. Oké, snap ik. En daardoor hebben we zometeen ook wel een aantal jongeren uitgenodigd. Ja. En die gaan ook vragen stellen nu. Ja. En die willen ook heel, heel graag vragen van u beantwoorden. En dat komt zo meteen. Maar natuurlijk, wat voor andere vraag heeft u voor mij, dat ik daarop antwoord kan geven? Nou, wat ik eigenlijk wel van je zou willen weten is, wat is jullie beeld eigenlijk over hoe het met jongeren hier in de wijk gaat?
mijn persoonlijke beeld is dat veel jongeren ook met school en werk en hobby's daar ja, heel veel moeite mee hebben. Mentaal ook, omdat zij zitten nu allemaal thuis en zitten een beetje... Het voelt alsof ze in de gevangenis zitten, omdat ze kunnen hun sport dat ze willen beoefenen, niet, kunnen ze niet meer beoefenen. Ja. En school gaat dan helemaal niet zo goed, omdat zij dan geen sociaal contact hebben met andere klasgenoten of met hun leraren om goede vragen te stellen. En daardoor zitten ze maar thuis en er zitten maar 4 muren om je heen. En het voelt alsof die muren steeds dichterbij komen. Ja. En daardoor kan het slechter gaan op school, omdat ze dan geen motivatie hebben om verder te gaan met school, omdat ze nut niet eens zien. Of omdat de school, de organisatie rondom school het misschien niet goed oppakken met de lessen. Ja. Of technologie gaat niet heel goed, de Zoom-meetings gaan helemaal slecht. En daardoor raken heel veel jongeren in het dip. Ja. En dat is nu ongeveer het beeld dat ik heb van de jongeren om mij heen, zeg maar. Ja, dat is natuurlijk ook wat we horen, hè, door de hele stad. Dat bijvoorbeeld de depressies onder jongeren zijn enorm toegenomen. En veel jongeren zijn onzeker, hebben ook heel veel stress over hun toekomst. Ja. He, want er ligt al heel veel druk op jongeren heel vaak, dat je heel snel school, werk, carrière, want anders zou je de boot missen. Ja, precies. En nu heeft iedereen het gevoel dat je moet zitten wachten tot je wat kan gaan doen. Dus ik begrijp het. En ik denk ook dat voor veel jongeren hier geldt dat ze niet allemaal in villa's wonen, met voor- en achtertuinen. Dus dat betekent ook dat de kamers, de muren komen op je af en ze waren al niet zo groot. Ja, precies. Dus ik kan me dat gevoel van gevangen zitten echt heel goed voorstellen. En om daar ook een beetje wat bij toe te voegen. En voor veel jongeren was basketbal of andere sport een uitlaatklep. Ja. Ook feestjes en uitgaan waren allemaal uitlaatkleppen voor ze. En nu dat wegvalt, gaan veel jongeren zich meer op straat. Ja. Gaan ze meer op straat rondlopen en met de verkeerde mensen omgaan. Ja. En dat heeft dan, los van depressie en dat mentale aspect, heeft dat dan ook weer een negatief impact op onze community. Want nu gaan veel meer jongeren kattenkwaad uithalen. Of gaan ze veel bezig zijn met vuurwapens of andere voorwerpen. Ja. Dus dat heeft ook allemaal een negatief impact op allemaal. Ja, maar dat zien wij natuurlijk ook. Hè, wij zien eigenlijk dat de verleiding om dan de dingen te gaan doen die je niet mag, groter wordt. Zie jij ook toename van drugs bij jongeren, dat er meer gebruikt wordt? Ik zie dat, om eerlijk te zijn, zie ik dat ook. Ja. Want, zoals we al eerder zeiden, heeft het een mentaal, heeft dat ook een heel groot effect op iedereen. Ja, en dan zoeken dan ze, gevlucht, ja, dan zoeken ze een uitweg. Ja. Ja. Want ja, je kan niet meer naar de gym. Weet je, kan je stress niet meer kwijt in de gym of in de sportschool of op basketbal, voetbal of noem maar op. En ja, dan zoek je iets anders, wat je wel thuis kan doen. Ja. En dan is dat dan niet de slimste, maar is wel een optie dan die de jongeren zien. Slim, zeg maar. Maar het is niet heel onbegrijpelijk dat het gebeurt. En het is wel zorgelijk. Want wij willen juist, heel veel inwoners, jong en oud, in Zuidoost, heeft heel lang het gevoel gehad dat ze weinig aandacht kregen. Ja. En dat er eigenlijk alleen aandacht voor Zuidoost was als er problemen waren. Ja, precies. Terwijl wij zien ook, juist de afgelopen jaren in Zuidoost, dat heel veel dingen juist heel goed gaan. Ja. He, dat er geweldige ondernemers uit de buurt komen. Geweldige muziek, dans, noem maar op, sport. Dus wij zien, er is nu ook een gymnasium in Zuidoost. Ja, precies. Dus er zijn veel meer jongeren die juist aan het opklimmen zijn, die meer kansen krijgen. Ja, dan is het onuitstaanbaar dat je zo'n terugval gaat zien door corona. Ja. En dat moet heel veel aandacht hebben de komende tijd. Zodra het, kijk, er mag nu alweer gesport worden. Ja, dat is een begin. Dat is een begin. Dus er is ook goed nieuws. Hè? Ja. Dus ik hoop ook dat heel veel jongeren, en daar spelen jullie denk ik een rol in, eigenlijk de levenslust weer terugkrijgen. Ja. En denken, nou ga ik ook gewoon echt een beetje knallen. Ja, precies. En ik zie het ook om me heen, dat heel veel jongeren, en er zijn ook een paar nu in het gebouw, en die ook straks vragen aan u gaan stellen, die zelf ook een onderneming starten, die zelf ook kleding gaan designen. Ja. En zij zien ook wel gewoon positieve dingen uit de lockdown. Zij zijn dan niet in het dip geraakt, maar zij hebben wel motivatie gekregen om iets anders op te starten, om wel bezig te blijven. Okay. En ik vind, dat is dan mijn persoonlijke mening, dat het meer in een mooi daglicht gezet moet worden, dat jongeren toch wel goed bezig zijn. Ja. En dat proberen wij met 3C Next en met Unites en met de podcast ook, dat proberen wij
heel, dat willen we heel graag, ja. Om het zo te zeggen. Daarom nodigen we iedereen uit die net pas, het hoeft niet een kleine bedrijf zijn die al jaren bestaat. Maar ja. Besta je maar een week, kom maar bij de podcast, praat maar erover. Ja. Weet je, dan krijgen zij ook een podium. Ja, en dat is geweldig als jullie dat doen, echt geweldig. Want kijk, ik vind het voor jullie heel vervelend dat de aandacht eigenlijk altijd uitgaat naar de criminele jongen. Ja, precies. Hè, dus als er geweld is geweest, ja, dan staan alle camera's hier in de wijk. Ja. Dan kom ik langs en de politie komt langs. Maar de overgrote meerderheid van de jongeren, die wordt natuurlijk, die probeert het wel te doen. Ja. Dus ik zie natuurlijk ook met initiatief als de Patta Academy, die ook hier in de wijk natuurlijk heel actief is, dat er meer nadruk op ondernemerschap komt te liggen. En ik denk dat het enorm belangrijk is, want dan komt er namelijk ook meer geld in de wijk. Ja, precies. En als er meer geld in de wijk is, dan kun je ook makkelijk nieuwe ondernemingen starten. En dan kun je ook betere kansen, ook als je straks zelf kinderen hebt, aan je eigen kinderen gaan geven. Ja. En ik denk dat, zoals de Patta Academy en verschillende andere organisaties die wel heel veel goede dingen voor de community doen, ik vind dat zij veel meer in het nieuws moeten komen dan als er vorige week een schietpartij was of een maand geleden. Ja, maar dat komt dan gelijk in het nieuws en dan denk iedereen, oh ja, ik wil niet naar Zuidoost gaan of ik wil niet naar Hollandrecht gaan, ik wil niet naar Rijgersbos gaan. Terwijl er heel veel jongeren zijn die wel gewoon goede dingen doen voor de buurt. Maar dat zien we allemaal niet terug. Nee. En dan krijgen zij ook geen motivatie om verder te gaan. En dan raken zij dan ook weer in het dip. En dan gaat het maar door en door en door. En dan, dan komen we er niet uit, zeg maar. Mag ik eens een raar voorstel doen? Ja, zeg maar. Kijk, het helpt denk ik als jullie bijvoorbeeld mij of BN'ers als ambassadeur gaan nemen. Okay. En dan elke keer als jullie een goed initiatief hebben, dan nodig je mij uit of je waarschuwt mij of anderen. En dan waarschuwen wij de pers. Okay. Zodat jullie initiatieven ook gewoon veel bekender gaan worden. Okay. Want ik wil daar, en ik denk Tanja en Sandra, dus de jullie bestuurders, even zwaaien. Hieruit, Tanja is de stadsdeelvoorzitter en Sandra daarnaast is de directeur van het masterplan. Ik denk, wij willen eigenlijk heel erg graag jullie helpen. En wij willen ook, want ik ben eigenlijk heel trots op Zuidoost. Dat is goed om te horen. Het is een wijk natuurlijk die vaak problemen heeft gehad. Waar ook veel armoede is, veel werkloosheid. Maar er zijn weinig stadsdelen in Amsterdam die zo'n sterke eigen identiteit hebben. Ja. In cultuur, in muziek, in achtergronden van mensen, in eten, in... Nou, weet je, dat zijn allemaal zaken die wel eens wat meer aandacht mogen krijgen. Want volgens mij is er namelijk ook heel veel trots in Zuidoost. Ja, dat vind ik ook. Dat vind ik ook. En het is er ook vaak echt heel erg leuk. Ja, zeker. Bedoel, dan mogen we zeker, super gezellig. Het is er ook heel gezellig. Ja. En ik ga de jongeren allemaal een podium geven om uzelf vragen te stellen. U kunt zelf ook vragen stellen aan de jongeren. Ja, en, leuk. U kunt weer aansluiten. Goedemiddag, mijn naam is Peter Holle. Ik ben in Amsterdam plaatsvervangend politiechef. De politiechef zelf, Frank Pauw, had graag hier willen zijn, maar die is onderweg op wintersport. Dus ik ben hier. Ik ben zelf geboren getogen in Amsterdam, alleen aan de andere kant van Amsterdam, bij plein 4045. Heb daar mijn jeugd doorgebracht met veel voetbal op straat en alles. En ik kom hier ook graag. Het is een wijk hier waarbij je ziet dat er enorm veel potentie is. Echt heel veel mogelijkheden. En het is een wijk waar wij als politie zorg hebben. Waar we ook echt denken van, er gebeuren veel incidenten. Waar we denken, dat moeten we met elkaar proberen te voorkomen. We moeten naar een andere vibe komen. Waarin de sfeer verandert. Waarin wapenbezit een andere dimensie krijgt. En dat we elkaar ook aanspreken dat dat niet goed is. Dus dat ben ik. Oké, en volgens mij hebben jullie vragen aan ons. Dus ik denk dat jullie het woord mogen voeren. Toch, dat is toch de bedoeling? Ja. Want wij kunnen hier wel betogen gaan houden, maar er schiet niemand iets mee op. Ja, wat we sowieso doen is dat wij politieteams hier in dit gebied hebben die het gebied ook goed kennen. Dus hier om de hoek zit een politiegebouw en in Vliepelsdreef. En daar werken ongelooflijk betrokken, gepassioneerde politiemensen die heel veel zelf ook met de wijk hebben. Die echt hier willen werken.
En enerzijds zijn ze streng naar jeugd en naar de bewoners. Hè, let op, houden ze zich aan de regels. Maar ze werken hier ook omdat ze het ook heel leuk vinden om een wijk met perspectief te brengen. Dus ze willen ook heel graag samen met jullie en met bewoners kijken welke initiatieven kunnen de politie bijdragen om het ook veiliger te maken. Zodat we niet elke keer hoeven te komen als het al fout gegaan is, maar dat we eigenlijk veel meer aan die voorkant komen om met elkaar na te denken hoe maak je van deze wijk een bruisende wijk met veel positieve initiatieven. En wat wij ook hopen, en ik doe maar meteen die oproep, ik hoop dat er onder jullie jongeren zijn die heel graag bij de politie willen komen werken. Ook als je negatieve vooroordelen hebt. We hebben heel veel extra mensen nodig. En omdat wij ook geloven dat mensen die geboren en getogen zijn in een wijk ook een hele goede rol bij de politie kunnen vervullen. Omdat ze de taal spreken, ze weten de mentaliteit en de cultuur. En kunnen daarmee ook op een andere manier beïnvloeden dan alleen maar bekeuringen schrijven en aanhoudingen doen. Dus het is een oproep. We hebben veel mensen nodig. En ik hoop dat er een aantal denken van, ik wil die uitdaging wel aan. En misschien nog een paar dingen erbij. We proberen de wijk natuurlijk ook wat op te knappen en veiliger te maken. Bijvoorbeeld straatverlichting. Dat helpt al, als het niet heel erg donker is. Maar wat we ook steeds meer willen doen, we zijn met de scholen samen aan het kijken om bijtijds, als jongeren naar het criminele circuit dreigen in te gaan, ze beter hebben, te weten wie ze zijn en proberen ze op een ander spoor te brengen, zodat het niet eerst mis moet gaan voordat ze pas aandacht krijgen. Daarvoor is wel heel belangrijk, en daar hebben we denk ik jullie hulp ook bij nodig, is dat mensen ons vertrouwen. En niet het gevoel hebben dat ze er alleen maar uitgepikt worden als het slecht gaat. Dat is echt een vraag voor jou. Ja, kijk. Om te beginnen treden we op. Als we jongeren met mensen zien, treden we op. Maar natuurlijk zie je het niet veel gebeuren. Hè. Wij proberen ook heel veel samen met de gemeente in voorlichting aan te geven dat een conflict oplossen met de mes, dat niks oplost. Hè. Dat het alleen maar erger maakt. Wij doen ook gerichte controles, hè. Daar is veel discussie over. Hè. En wij zijn er ook wel van overtuigd dat we met die gerichte controles echt niet alle messen van straat halen. Maar we willen ook een heel duidelijk signaal afgeven dat we het ook niet accepteren. Dat het alleen maar van kwaad tot erger wordt op het moment dat iedereen denkt dat hij een mes of een wapen bij zich heeft. Dus wij treden op en wij proberen ook zoveel mogelijk uit te leggen waarom het onverstandig is om een mes te hebben. Of een kleine tot grote messen en ja, we moeten naar een hele andere mentaliteit. We moeten naar een andere manier conflicten oplossen dan met geweld. Mag ik jou eens vragen? Wat vind jij dat wij extra moeten doen? Want ik maak me daar ook heel erg zorgen over. Dat je hebt natuurlijk jongeren op straat die een mes bij zich hebben omdat ze een ander kwaad willen doen. Maar er zijn ook heel veel jongeren die een mes bij zich hebben of iets anders omdat ze bang zijn. En hoe kunnen we dat nou doorbreken? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat dat minder wordt? Ja, het gebeurt niet voldoende. Het zou een onderdeel zijn van zo'n plan, hè, wat hier is, hè, om dat wel te doen. Hè. Er zijn ook altijd discussies, moet je kluiscontroles doen. Maar het begint wel met goede voorlichting te geven wat de nadelen zijn. Van het klinkt stoer, het klinkt logisch ter bescherming, maar uiteindelijk word je er zelf alleen maar onveiliger van. Het voelt ook niet goed. Ja, en ook dat je weet, denk ik, dat als je gepakt wordt met een mes, wat voor straf daarop staat. En als je het gebruikt, wat voor straf daar ook op staat. Want ik denk dat ook heel veel jongeren denken, we worden toch niet gepakt of we ontkomen wel. Terwijl, ja, weet je, als het misloopt, is je hele leven aan gort. Weet je, dan is het gewoon kapot. We hebben een nieuwe club in de stad, die heet Adamas. En dat zijn jongeren en ook volwassenen die in het Engels worden ze, we hebben nog geen goede Nederlandse naam ervoor, worden ze Credible Messengers genoemd. Dat zijn jongeren uit de wijken zelf. Die krijgen een training van ons. En die gaan terug de wijken in om te helpen eigenlijk met jongeren te praten. Om ze op andere gedachten te brengen als ze wel met messen lopen. Die werken ook samen bijvoorbeeld met jeugd- en jongerenwerk en met de politie. En jullie moeten maar eens googlen. Adamas heet het. Want het zou best nog wel eens voor jullie ook een opleiding kunnen zijn die je leuk vindt. Ja, kijk, het masterplan, we zijn begonnen in Zuidoost. En wat we daarmee bedoelen is het volgende. De afgelopen 10, 20 jaar werden er echt wel veel, werd er veel geld gestoken in Zuidoost. Werden er initiatieven gestart met werk, met jeugd- en jongerenwerk. Maar vaak was het kort en dan verdween het geld weer.
En dan bleef het niet. En heel veel inwoners van Zuidoost die hebben het gevoel dat de gemeente eigenlijk niet permanent belangstelling heeft voor Zuidoost. Alleen maar af en toe als er iets aan de hand is. Het masterplan is een plan voor 20 jaar, minimaal, om te zorgen dat er meer werk komt, betere scholen, dat het onderwijs sterker wordt, dat er voor jongeren echt kansen komen, dat er meer geld in de wijk komt, dat er eigenlijk een soort, dat de economie in de wijk, het bedrijfsleven ook echt op gang komt. En de belofte die wij als gemeente daarbij doen, dat is dat het niet voor een jaar is of voor 20 jaar, maar of voor 2 jaar, maar voor 20 jaar. En dat is wat we willen doen en wat daarbij heel erg belangrijk is. En daarvoor moet je altijd Sandra aan haar mouw trekken als je er ziet lopen. Dat is dat niet wij in de gemeente, in de stopera, weet je wel, in het centrum, gaan bedenken wat jullie nodig hebben. Maar dat jullie zelf met de ideeën komen. Dit is wat wij bijvoorbeeld aan buurthuizen nodig hebben. Dit is wat wij nodig hebben aan kleine ondernemingen. Dus dat jullie gaan bepalen welke investeringen er in Zuidoost voor de komende 20 jaar gedaan moeten gaan worden. Wow. Wij zijn in coronatijd zijn we wel speciale programma's gestart om jongeren te helpen. Hoe heten ze ook alweer? Het is van Thrive Amsterdam. Dat ja, leuke, dus Thrive. En, ja, en UpTalk. Ja. En dat moet je zo kunnen vinden. Ja. En je kan daar, er zitten chats in, je kan bellen, je kan er hulp vinden. Dus wij proberen wel zoveel mogelijk met jongeren in contact te komen, omdat we weten hoe moeilijk veel jongeren het hebben. En hoe eenzaam veel jongeren zijn op het moment. Ja, weet je, als ik er nog, en Tanja wil ook iets zeggen, als ik er nog één ding aan mag zeggen. Wij zien dat de scholen in Zuidoost enorm aan het veranderen zijn daarin. Een paar jaar geleden was het zo dat op veel scholen werd gedacht, wij houden ons alleen met het onderwijs bezig. Maar zij zien ook wel dat veel van jullie gewoon niet veilig voelen en ook niet op school. Dus nu zijn ze allemaal bij elkaar aan het komen en zijn ze ook veel meer met ons aan het samenwerken en ook met de politie om te zorgen dat ze goed op de hoogte zijn en dan ook goede stappen kunnen zetten. Maar de agent heeft natuurlijk wel echt heel erg gelijk. Dan moeten jullie, al is het maar gewoon de schooldirecteur of je eigen leraar, echt vertellen als er onveiligheid is. Je hebt het vermoeden dat er op het schoolplein of op andere plekken dingen gebeuren die je onveilig maken. Moet je ze waarschuwen, want dan kunnen zij ook de agenten waarschuwen. Kijk, veel scholen, en dat is ook niet zo gek, die zijn een beetje bang dat als ze over geweld gaan praten en messen en noem maar op, dat dat een stigma geeft. Dat de school daardoor minder populair wordt. En daar proberen wij scholen wel een beetje bij te helpen. Want als je er niet over praat, kan het juist erger worden. En dat is uiteindelijk het slechtste. Je moet gewoon daar open over durven zijn, over de problemen die er ook zijn. En we weten, op alle scholen komen incidenten voor. Ja. Dus het is echt niet bijzonder. Ook in Amsterdam-Zuid, ja. Nogal vaak. Ja. Ja. Mag ik jou vragen, want ik herken dit heel erg, hoor het ook in andere stadsdelen heel erg van jongeren terug, dat je, ja, je wil gewoon mee kunnen doen. Hoe kunnen wij helpen? Wat vind je dat wij moeten doen? Wat kinderen daarbij ook moeten weten? Kijk, ze dromen er natuurlijk allemaal van om influencers te worden en wereldberoemd, beste spullen enzovoort. Ik zie het ook thuis langskomen. Maar in werkelijkheid is het vaker zo dat je gewoon naast je huilende moeder op de bank zit. Omdat die denkt, wat heb je nou met je leven gedaan? Of nog erger, gewond of dood. Ja. Ja, dank je wel daarvoor. Dank jullie wel allemaal. En ik zou het leuk vinden om over een tijdje nog eens terug te kunnen komen. Als alles weer open is. We hebben als afsluiter een heel leuk cadeautje voor u. Oh, ik ben dol op cadeautjes. Twee hele mooie boeken. Oh, wauw. Waar wordt de podcast uitgezonden? Jullie zitten in. Ziet er waanzinnig uit, zeg. Ja, dat vind ik niet in een avondje uit, zeg.
zelf uitgekleed. En more baggies, why you all hanging? Respect the game. That should be it. What you eat don't make me this. Oh wow. Hey, klasse mensen. Ja,